Doordrukken en tegenhouden is een techniek waarbij je bepaalde delen van een foto wat lichter maakt en bepaalde delen wat donkerder. En dat gaat dan met name ook om de lichte en donkere delen. En een manier om dat te doen is bijvoorbeeld met een aanpassingslaag curve en deze dan wat lichter te maken. Nou, je ziet dat heel de foto lichter wordt, dat is ook weer niet de bedoeling. Maar als ik het laagmasker selecteer en ik druk op Ctrl-I, dan keer ik het om. En als ik nou met een witte kwast aan de slag ga. En ik ga gewoon over alle lichte delen, dan zie je dat ze lichter worden. Ik zet de curve nog even een klein beetje terug, want dit is te. En als ik zo over alle dingen ga die lichter zijn in de foto, dan heeft dat aan het einde van de rit best wel een effect. Zo in eerste instantie denk je van hé, hey, het valt wel mee, totdat ik je dadelijk laat zien wat het verschil is. Ik doe dit even heel rapjes. En ik kan er bijvoorbeeld ook eentje maken met curve die wat donkerder is. Ik draai mijn masker om. En ik ga gewoon lekker met de kwast aan de slag. Door allerlei delen. Met name de donkere delen, omdat ik die juist nog extra donker wil maken. Maar je merkt, als je dit wilt doen, dan kan dit een behoorlijk tijdrovend kanwijs zijn. En dat kan sneller. Nog even om te laten zien. Dit is dus de before en dit is de after. Hoe kan het dan sneller? Nou, op zich was ik al een aardig eind op pad. Ik was bezig met aanpassingslagen, curve en dat was op zich goed. En ik zet hem lichter. Alleen, ik ga Photoshop vertellen. "Hey, kijk zelf waar het licht is en pas het daar gewoon toe. En hoe doe je dat? Dat doe je bij laagstijlen. En je kunt gewoon ergens klikken uh, op een leeg stuk in de laag, of je klikt er met rechts op en kiest opties voor overvloeien. En daar heb je natuurlijk onderin. Je hebt het misschien al vaker gezien, het effect voor de onderliggende laag. En daarmee kan ik gaan vertellen van, hé, hey, mijn lichtere curve, ga die toepassen op alleen lichte gebieden. Of ga ze juist niet toepassen op donkere gebieden. En dat doe je door gewoon aan deze slider te trekken. En je ziet al wat er gebeurt in mijn foto. Alle donkere delen worden daarmee beschermd. En alle lichte delen hebben wel die extra boost van die curve gekregen. Nu is dit alleen natuurlijk niet zo heel fraai. Het is een beetje rigoureus in de overgang. Nou, dat kan ik nog uit elkaar trekken door de Alt ingedrukt te houden. En op het driehoekje te klikken. En het splijt zich dan op. En dan kan ik een soort uh, verloop toewijzen aan, uh, aan de boost van mijn curve. En als ik denk van nou dit is wel in orde. Dan druk ik gewoon op oké. OK. Zet ik het uit. En zet ik het aan. En eventueel kun je nog gewoon de curve een klein beetje uh, veranderen om het aan te passen. En dubbel klik je weer op uh, een leeg stuk in de laag. Dan ga je dus gewoon weer terug. Dus je kunt het ook nog altijd gewoon aanpassen naar je eigen smaak. En zo maak ik ook een aanpassingslaag met curve. En die trek ik dan juist de andere kant op naar donkerder en ik dubbelklik wederom op een leeg gedeelte en in dit geval ga ik het rechter driehoekje pakken want ik ga de hoge gebieden beschermen en je ziet bijvoorbeeld al dat het op het been en in het gezicht al helemaal mooi terugkomt. je moet misschien een behoorlijk stuk naar links schuiven en ook hier trek ik het weer uit elkaar voor een mooier verloop. en als je denkt ja dit is eigenlijk wel te donker je zet gewoon je curve wat terug of je zet de dekking gewoon wat lager. en zo simpel is het en je hebt bijvoorbeeld de before en de after. En op deze manier heb ik dus ook gewoon uh, doordrukken en tegenhouden toegepast. Maar ik heb geen 380 miljoen penseelstreken hebben moeten maken om het allemaal uh, haarfijn te controleren. Natuurlijk kan het wel, het geeft heel veel controle. Maar deze methode is vele malen sneller en biedt toch ook gewoon een fatsoenlijk resultaat. Bedankt voor het kijken weer en tot de volgende keer. Doei doei!